Wij spreken toeristen aan die op bijvoorbeeld het Centraal Station aankomen. Die heten wij welkom en we geven informatie over de stad. Als het een meneer alleen is, dan wil ik nog wel eens naar het Red Light District wijzen. En als het een gezin is, Nemo, op zich wel leuk. En wat oudere dames die niet zo ver willen, die verwijzen ik uiteraard naar de Dam. De meest voorkomende vragen zijn toch wel de Dam. Tramlijnen. Ja, de Dam. En de? Ja, de tramlijnen. De tramlijn. En de musea's. En was het echt nodig? Zijn gewoon Amsterdammers niet gastvrij genoeg? Amsterdammers zijn heel gastvrij, maar Amsterdam moet concurreren met de beste steden van Europa. En om de stad, door de stad gastvrijer te maken, zullen toeristen eerder terugkomen naar Amsterdam en positief praten, waardoor het ook een topstad wordt in Europa. En we willen natuurlijk uiteindelijk nummer 1 worden. Daar gaat het om. Wat zijn de reacties van de toeristen? Vinden ze het leuk? Als, Over het algemeen zijn ze wel blij dat wij hun helpen. En ja, meestal zijn we, ja, ik spreek dan Spaans. En als Spanjaarden komen, die zijn echt helemaal overdonderd van hey, ja, enthousiast, heel erg. Ja, ik vind het geweldig. Dus uiteindelijk zijn alle toeristen tevreden. Alleen sommige mensen begrijpen niet direct dat het gratis is en dat we niks willen verkopen. Ja, dat is de grootste valkuil. Dat toeristen denken van oh jee, daar heb je een verkoper. Precies, maar dat zijn met name de Italianen. En voor de rest zijn alle toeristen heel erg tevreden en voelen zich heel veilig. En is het heel bevredigend werk? Ja hoor, ik ga met een prettig gevoel erheen en met een prettig gevoel naar huis. Ja, dat klopt. En dat was nog even afwachten in het begin. Ik denk, jeetje, waar begeef ik me in? Wat wordt dit? Ja, ik vind het wel leuk. Nogmaals, als ik 100 of 150 contacten heb, zoals het heet, is dat leuker dan als ik er 20 of 30 heb. Ja hoor, positief.